Een school die volop in beweging is en ruimte heeft voor talent en creativiteit. Ja, dat is het Kai Munk College hier in Hoofddorp. Met zowel een beta-profilering als een kunst-, media- en cultuurprofiel pakken ze het net even iets anders aan dan anders. En daar houden wij van, toch? Zeker. Jij gaat dansen, hè? Ja, zie je zo. Zie je zo. Want het is wel bijzonder, hè? Want het is hier nu heel rustig. Mm-hmm. En het is een heel groot verschil met hoe ik je net zag. Ben je ergens van aan het oefenen? Ja, wij zijn aan het oefenen voor het grote lentefeest. Dat wij hier al 30 jaar doen. En dat we dan ook uitvoeren in de Schouwburg van Hoofddorp. En er zijn circa zo 200 leerlingen en docenten die meehelpen aan dit optreden. Wauw, joh. En wat wordt er allemaal gedaan? Het is dan dans? Toneel, muziek. Maar backstage gaat er natuurlijk ook heel veel om. Zoals de lichten, het geluid, het decor. Zo kan je nog wel even doorgaan. Ja, goed man. En wat zou je uiteindelijk willen worden? Ik zou heel graag BN'er willen worden. Dat is denk ik mijn grootste droom. En weet je wat ook leuk is? Wij hebben hier op school ook een podcastclub. En daar gaan we nu naartoe. Goedemiddag allemaal. En wij gaan hier beginnen over... Schildpad. Ja. Oh, mooi. Ja, zeker. En dit past ook heel goed bij waar jij voor hebt gekozen. Het is de beta-profilering. Ja. Vroeger nog, toen ik nog een wat kleinere Isabella was. En nu doe je het vak O&O, dus onderzoek en ontwerp. En ontwerp. Ja. Wat houdt het eigenlijk in? Je gaat, zomaar zeggen, een probleem of iets waar ze tegenaan lopen, ga je samen met een opdrachtgever bespreken. En uiteindelijk kom je met een oplossing of met een actieplan. En daarmee ga je naar een opdrachtgever toe en dat ga je presenteren. En dan hoop je natuurlijk dat je dat opdrachtgever dat helemaal geweldig vindt en daar uiteindelijk wat mee gaat doen. Ja, maar dat is serious business. Ja, het is echt het is leuk, want je wordt wel echt serieus genomen. Ja. Ja. En wat leer je daar dan van? Je leert samenwerken, je leert jezelf ontwikkelen, je leert met verschillende materialen te werken, je leert uit de box te denken. Eigenlijk alles wel. Goed bezig. Leuk. Tik hem aan, burgers.